Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we de strijd aan met... Geen krachten! Zaterdag 9 juli zijn we hier in Walibi, tijdens Out of Control. Vorig jaar stonden we daar en hebben we een knijterhard feest van gemaakt. Dat was vorig jaar, maar ja, dit jaar willen we natuurlijk een nog harder feest van maken. Zeker weten, en speciaal voor onze kijkers heeft Walibi een toffe kortingscode geregeld waarmee jullie deze zomer zelf hard kunnen gaan hier in Walibi. Leuk. Er zit alleen wel één kleine tegenprestatie aan natuurlijk, hè? Tuurlijk. Wij moeten zelf een opdracht gaan uitvoeren en die zit in deze envelop. Dankjewel. Nou, even kijken. Wie van jullie bereikt de hoogste G-krachten? De verliezer moet 1 uur achter elkaar in Lost Gravity gaan zitten. En daar heb ik niet zoveel zin in, kan ik je vertellen. Nou jongens, ja. Dan ga ik lekker een rondje park doen volgens mij. Nee, alle attracties. Nee, en volgens mij heb ik dan alle G-krachten. Nee, dat is veel te makkelijk. We gaan op zoek naar de G-krachten buiten de park. En over 5 uur spreken we hier weer af. En degene met de hoogste G-krachten. Hoekkrachten. G-krachten. Ja. Die wint en het verliezen. Die moet 1 uur lang in een Lost Gravity. Oké, okay. Nou dan gaat de tijd. Nu in! Ik zie je om 5 uurtjes. Doei! Als ik aan G-krachten denk, dan denk ik aan de NASA. Dan denk ik aan 3, 2, 1, go! Aan raketten dus. En dat is natuurlijk een beetje lastig. Dus ik had ook een ander idee. Om goed te kunnen nadenken ben ik op zijn kop gaan hangen. Er stroomt meer bloed naar mijn hoofd toe. Even kijken wat voor ideeën heb ik. Nou, dit zijn niet echt de G-krachten waarnaar ik op zoek ben. Het moet veel heftiger. Luister man, een hele gekke vraag. Ik heb een stuntvliegtuigje nodig en het liefst zo snel mogelijk. Dat moet nu gebeuren. Ik heb 5 uurtjes de tijd. Oké, nee, dan kom ik er nu heen. Oké, top. Tot zo. Hoi hoi. Werk. Nou, we zijn natuurlijk met een wedstrijd bezig om de hoogste G-kracht te halen. En nou is het mij gelukt om vandaag aanwezig te zijn bij Centrum voor Mens en Luchtvaart van de Koninklijke Luchtmacht. En wat ga ik doen, Giel? Ik ga in een mensencentrifuge zitten. Jawel. En dat vind ik niet zo leuk. Oké, ik sta op het circuit in Zandvoort en ik heb hier afgesproken met Jeroen Blekemolen. Dat is een echte autocoureur en hij kan vast een hoop G-kracht halen. Ik ben heel benieuwd. Oh, daar is hij. Goeiedag. Ja. Top. Jij kan me vandaag helpen met zoveel mogelijk G-kracht te halen. Ja, we hebben een speciale raceauto erbij gepakt. Dus daar moet je wel hard op bocht mee door kunnen. You ready? Ik ben hier bij Air Combat in Lelystad en ik heb een afspraak met Eddie, want hij heeft een stuntvliegtuig. En wat een toeval. Daar zou je hem hebben. Hallo, Stefan. Dag Stefan. Hoi. Hoi. Ik moet je eerst even corrigeren, het is geen stuntvliegtuig. Oké. Maar het is wel een vliegtuig waarmee je de G-belasting kan simuleren en dat is waarvoor jij komt. Dat is zeker waarvoor ik kom, ja. Dan gaan we dat doen. Je top. Mag aan deze kant instappen. Oh, nou, we beginnen lekker snel, daar hou ik van. Top. Snelheid, dat moeten we hebben. Hey. Dag Giel. Ja, ik ben een beetje nerveus. Mensencentrifuge. Ja. Ja. Maar ik weet echt niet hoe alles werkt. Nou, een mensencentrifuge die wekt G-krachten op. Wat je gaat zien straks en wat je straks gaat meemaken is dat bij elke G-kracht je lichaamsgewicht evenredig zwaar wordt. Dus stel nu dat jij nu 100 kilo zou wegen, dan zou je op 2G zou dus 200 kilo wegen. En dat betekent dus ook dat de inhoud van jouw lichaam zo zwaar wordt. Dat betekent dat het bloed als het ware naar beneden zakt. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan raakt uiteindelijk iemand bewusteloos. Dus die mensencentrifuge die is ervoor om een bepaalde techniek aan te leren, zodat die F-16 vlieger van ons uiteindelijk naar 9G kan. 9G? 9G. Oké, en tot hoever kunnen wij vandaag maximaal gaan? Nou, bij jou zit er een maximum aan omdat we jou niet medisch gekeurd hebben. Mm-hmm. Dat betekent dat we maximaal naar 5,5G kunnen. 5,5G. Denk jij dat dat voldoende is om deze wedstrijd te winnen? Want stel nou dat een van mijn collega's in een vliegtuig stapt. Ja. Tot hoever gaat dan de G-kracht? We mogen met dit vliegtuigje 60 graden helling trekken. Ja. En daarbij ontstaan de meeste G-krachten. Dus dat hangt natuurlijk vanaf welke snelheid je vliegt. Maar bij een hoge snelheid en een 60 graden bocht, dan kunnen we hem opvoeren tot 3G. Dan ben je dus 3 keer zo zwaar als dat je nu bent. Nou, top. Dus dat gaan we allemaal doen. Genoeg theorie, laten we gaan beginnen. Ja, ik heb er zin in, hè? Ik heb er heel veel zin in, nou, zeker weten. Goed zo, ik ook. Top, let's go! Yes!
klaar om te gaan racen. Hoe gaan we dit precies doen? Want hoe haal je zoveel mogelijk G-kracht erin? Als je echt een hoge snelheid hebt en dan een langzame bocht, dan rem je hard af natuurlijk. Ja. Dus dat is waar je de hoogste G haalt. Maar ook snelle bochten, dan heeft die auto, plakt die wat beter aan de weg. Precies, ja. En dan, ja, dan heb je ook vaak de hoogste G. Hoe hard gaan we ongeveer, denk je? Nou, we hebben een lekker windje mee, dus we moeten wel over de 200 kunnen. 200? Ja, dat kan wel. Als we uit de bocht vliegen halen we natuurlijk ook heel veel G-kracht, hè? Nou ja, we zijn echt een harde klapper. Dan haal je de meeste G-kracht, ja. Heb je wel zo'n harde klapper gemaakt? Ja, ik heb er wel een paar gemaakt. Hoe ga je worden? Holy shit! Nee. Wow! Ik vind een wedstrijd leuk, maar zo... Natuurlijk met jou niet, want dan had je helemaal mee moeten meten. Maar 5,5 is een aardige belasting. En word je ook heel duizelig of heb je dat gevoel niet zo daarin? Je wordt wel iets duizelig, maar ik heb wel een paar trucjes en een paar tips om je daar wat van af te helpen. Oh, ik had het heftig verwacht, maar zo heftig. En omdat alles zo zwaar is en zo belastend is, gaan we wel eerst even naar een dokter. Ja. Om je heel even te laten bekijken. Het is heel leuk dat ik een wedstrijd natuurlijk probeer te winnen. Maar ik ben één ding vergeten. Dat is dat ik altijd al misselijk word als ik één rondje in de draaimolen heb gezeten. Nou, dan gaan we dan. Gaan we dan. Yes. 120. Woehoe! Het gaat snel, jongen. Wauw. De wieltjes naar binnen. Hij trekt lekker op. Oh, dat is gek. 2,2. Voordat jij de centrifuge in gaat, even de bedoeling dat ik wat info over jou krijg om te kijken of jij er überhaupt wel in mag. Dus allereerst, jouw voorgeschiedenis, ben jij bekend met bepaalde ziektes? Nou, dit zijn 5 genadebochten. Ja. Dan zit je ongeveer op 1,5. Dan draai ik straks doorrol naar 60. Nou, dat loopt ik ook in de granaat op. Ja. Dan gaan we dat meteen doen. Dan gaan we het blijven lopen. G-kracht in heel veel richtingen, in 3 richtingen eigenlijk, van voor naar achteren. Bijvoorbeeld als jij heel hard optrekt met je auto, dan word je in je stoel gedrukt. Voor een vliegtuig, en zeker voor de F-16, mm-hmm. Een vliegtuig kan niet op deze manier een bocht maken. Die moet echt zich afzetten tegen de lucht. Ja. En dan krijg je de G-kracht dus niet van voor naar achteren of van links naar rechts, maar dan krijg je dat van boven naar beneden. Ja, dat voel je wel hoor. Banden gewoon piepen. Zo. Bijna driftend die bocht door. Die heel graag piloot willen worden. Ja, die moeten in zo'n centrifuge gaan zitten. En die gaan dan tot 9G. Dat moet je trainen.
Maar ja, ik ga er weer als een droog kloot in zitten. En ik denk, nou, we zien wel wat er gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat ik heel nerveus ben. Ik vind het wel heftig. Krachten hebben gemeten. 2,8 geeft hij aan. 2,8. Dat hebben we goed gedaan. Lekker. Oeh, 3,1. Dat is veel. Dat is echt best wel veel. Hier zie je de G-waarde. 1,0 nu, dus die loopt op. Hoe snel gaat die oplopen? Met 1G per 10 seconden. 1G per 10 seconden, ja. Dus hij gaat heel langzaam gaat die versnellen. Dus als je echt denkt, het gaat niet, stik daar. Laten we ervan uitgaan dat we deze niet gebruiken. Juist, daar gaan we uit. Veel plezier. Doei jongens. Oké, de deur is dicht. Het profiel staat hier. De limieten zijn er. De dokter is er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Oké, dan gaan we het zetfeestje starten. Meegemaakt dat ik mijn handen niet op kan tillen. Ik merkte dat ik veel minder zag. In één klap ging het voep. Want ik zag alleen het vliegtuig nog. Ja. En het werd ineens geel en groen. En het verschil. Ja. Wow. Alleen dat terugkeren. Dat is erg. Hè? Alsof jij naar beneden valt. Ja. Dat heeft te maken met je evenwichtsbraden. Er zit een bewegingsziekte kan daarin zitten. Wow, ik dacht echt dat ik even oud ging. Ja, 4G, hè? 4G. Ja. Dus kun je nagaan wat 9G is. Zo'n respect gekregen voor. Nog meer respect gekregen voor de mensen die dit doen. Mijn god, wat moet je dan sterk zijn? Woe! Goed, Jos. Hoe is het gegaan? Vertel. Ja, ik vond het super vet. Ja? Ja? Ik voel hem nog steeds. Ik voel hem ook wel een klein beetje. Okay, maar vertel, wat ik ben heel erg benieuwd. Vertel. Ik heb dit. Zo, wat doe je netjes? Vertel. Ja. Oké, nou jongens.
Wow! Holy shit, what the fuck? Hoe dan? Ja, is een machine. In een machine. Oké, nou, nu jij, wat heb jij gedaan? Holy shit! Ja. Dan hebben we een verliezer, dames. Dan hebben we een verliezer, Thomas. Ja. En je weet wat dat betekent. Dat is een uurtje in Lost Crafty. Veel succes, jongen. Ah, we zijn ergens in dit. Ja, ik overleef het wel. Ja? Nou, veel plezier zou ik zeggen dan. I just wanna jump on the beat, goes like... Oké, een uur lang in Lost Gravity is een hele flinke uitdaging, maar ik denk dat het wel lachen gaat worden. Ik weet niet hoe lang het leuk blijft, maar we gaan het gewoon doen. Let's go! Oh shit! Oh, fuck! Sluiten wij de video even voor je af. Ja, we hebben de challenge uitgevoerd. Dat houdt in dat wij die toffe kortingscode mogen weggeven. De link staat onder in de beschrijving en hier nu in beeld. Ga naar walibi.nl/stuktv om daar je code te verzilveren. En dan kunnen jullie hard gaan, net als Thomas hier in Walibi. Hij is trouwens de hele zomer geldig, dus veel plezier. Hey, en over hard gaan gesproken. Ja. Zaterdag 9 juli staan we hier weer in Walibi tijdens de Out of Control. We gaan een knijterhard feestje maken. Juist, dus kom gezellig even laat. Inderdaad. En vond je dit een hele toffe video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En je kunt ons volgen op social media, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. En dan zien we jullie volgende keer weer. Later! Gaan we naar Thomas kijken of gaan we lekker pakken? Ja, ik wil kijken. Kom, kom, kom. Kom, kom. Kom, kom.